Welkom allemaal bij deze nieuwe 30-daagse video van Weerplaza. Na een lange, wisselvallige en koele periode met vaak lage temperaturen, hebben we nu eindelijk te maken met een paar dagen zomerweer in ons land. En niet alleen bij ons, maar in een de groot deel van Europa is het vrij zonnig en aan de warme kant. Vandaag temperaturen in Nederland van 28 graden op sommige plaatsen en dat hebben we deze maand in augustus nog niet eerder gezien. Nou, de komende tijd blijven we een beetje aan die warme kant zitten met van tijd tot tijd dus mooie blauwe luchten, maar zeker niet alleen dat, want zo nu en dan kan er ook best wel een stevige regen of onweersbui vallen. Hoe dat dan verder gaat de rest van deze meteorologische zomer en met het oog op september, dat gaan we in deze video bekijken. We beginnen met ja, de actuele situatie. Er ligt nog steeds een groot lage drukgebied bij de Britse eilanden en Ierland, zo'n beetje. Dat verplaatst richting Scandinavië. Maar dat systeem gaat wel geleidelijk oplossen de komende dagen. Met name volgende week. En dan zien we een, een groot hoog drukgebied opbouwen. Boven ons, maar vooral ook ten noorden van ons. Dat zorgt voor een flinke stabilisatie van de atmosfeer. Terwijl. Forse buien van tijd tot tijd zich voordoen boven het centrale deel van Europa, rondom de Alpen, Noord-Italië. Dat is ook niet voor het eerst deze zomer dat daar uh, onweers gaan vallen. En veel wisselvalligheid ten westen van ons. Nou, dat kan op termijn misschien ook wel ons gaan bereiken, maar voorlopig hebben we volgende week dus te maken met dat hoge drukgebied. En dat zien we ook terug op deze weerkaart, de luchtdrukafwijking voor de volgende week. Veel rode kleuren ten noorden van ons dat betekent hogere luchtdruk dan normaal en dus een vrij stabiele atmosfeer. Lagere luchtdruk zien we boven nou, Zuid- Zuidwest-Europa, boven de oceaan en her en der ook boven Oost-Europa. Maar daar hebben wij allemaal voorlopig niet mee te maken. Onder dat hoge drukgebied ja, bouwt zich toch een flink reservoir van warmte op. Die warmte komt vanuit Spanje met name en ja, ligt volgende week boven een groot deel van Centraal en West-Europa. Met temperaturen dus boven het langjarig gemiddelde. Her en der is het gemiddeld genomen een graad of 5 boven normaal. Warmer dan normaal dus. Nou, dat levert op veel plaatsen zomerse tot tropische temperaturen op van 25 tot in Frankrijk lokaal wel ruim boven de 30 graden. Maar ook in de Alpen en in Zuid-Duitsland is het behoorlijk warm volgende week. Nou, bij ons ja, wij zitten een beetje op de grens van die warmte in eerste instantie. Vandaag is het dus nog wel zomers, maar de komende dagen gaat de temperatuur tijdelijk wat naar beneden, naar waarden tussen de 20 en 24 graden. Is eigenlijk heel normaal voor deze tijd van het jaar. En in de loop van volgende week krijgen we waarschijnlijk wat meer met die warmte te maken en met name rondom volgend weekend zien we behoorlijk wat spreiding, vooral omhoog. Dan is er ook kans, ongeveer 20-25% op dit moment. Maar dat kan de komende dagen wel uh, eventueel meer gaan worden. Op zomers zijn misschien zelfs wel tropische warmte in een deel van ons land. Later misschien ook wel gevolgd door een paar stevige regen of onweersbuien. Nou, dat is nog wel ver weg, maar voorlopig zijn we dat koele zomerweer dus echt wel even kwijt. De weersituatie nog even voor volgende week. Dus dit is een hoogtekaart met luchtdrukafwijkingen. Oranje is hogere luchtdruk dan gemiddeld en blauw is een lagere luchtdruk dan gemiddeld. En die zwarte lijnen, dat is de bovenstroming op 500 hpa rond de 5 kilometer hoogte. En daarin zien we een duidelijke slinger als het ware ten westen van ons. En wij zitten als het ware in de opgaande tak van de straalstroom. Dat is een wind op 10 kilometer hoogte, die dus uit het zuiden bij ons komt met de aanvoer van warme lucht. Nou, deze situatie levert dus vrij hoge temperaturen op. Maar zodra dit lage drukgebied hier boven de oceaan geleidelijk in beweging zou komen, richting Europa trekt, dan kan het dus misschien nog wel warmer worden. Dat zou dus richting volgend weekend kunnen gebeuren, met daarna eventueel ook een toenemende kans op onweer. Nou, komende week zien we bij ons nog weinig buienkansen. Dat is anders in een strook van Frankrijk dwars over Europa langs de Alpen naar het oosten en zuiden van Duitsland. Daar zien we de groene kleuren en vallen van tijd tot tijd best hele stevige regen- en onweersbuien. Dat zal met name zondag en maandag het geval zijn, maar ook in de loop van volgende week kan het daar lokaal best wel even noodweer worden. Voor de vakantiegangers dus iets om rekening mee te houden. Nou, op termijn verplaatsen die buien zich dus ook wat meer over de Alpen en uiteindelijk ook richting Noord-Italië. Bij ons, volgende week dus, nou ja, af en toe wel kans op een bui, met name in de loop van de week. Als er dan een bui valt, is het ook meteen een stevige bui. Wat verder opvalt natuurlijk, is vooral dit weekend. Daarin zitten wel wat hogere neerslagpieken bij ons, met een grotere kans op buien. Maar dat neemt dus in de nieuwe week geleidelijk af. Gaan we dan verder in augustus kijken en richting, met name richting september, dan zien we er wel dat er wel het een en ander verandert. Er verschijnt meer blauw op de kaart van de luchtdrukafwijking. Dat betekent dat de invloed van lage druk toch opnieuw gaat toenemen. Vanuit het westen, zoals gezegd, vanaf de oceaan, daar komt opnieuw een lage drukgebied te liggen en die invloed gaat richting eind augustus ook wel tot ons rijken. Dat betekent in ieder geval in potentie een toenemende kans op een paar regen- en onweersbuien. En dat geldt niet alleen voor ons, maar in een groot deel van West-Europa zien we dan dat de blauwe kleuren gaan overheersen. Elders, veelal een neutraal gebied, witte kleuren, maar waarschijnlijk blijft dat hoge drukgebied daar liggen. Dat betekent wel dat de stroming aanhoudend uit het zuiden tot het zuidwesten kan komen, met van tijd tot tijd dus de aanvoer van warme lucht. We zien ook een duidelijke verandering op de hoogtekaart, zeker in vergelijking met de hoogtekaart die we net zagen. Met dus die grote slinger ten westen van ons, waarin we in een zuidelijke stroming zitten. Nou, dat is hier duidelijk niet meer het geval. De straalstroom is hier veel strakker georiënteerd van west naar oost. Veel meer een weststroming dus met wat lagere temperaturen en dus ook een grotere kans op buien. En dat zien we uiteraard ook terug in het neerslagsignaal voor die week. Verspreid wat blauwe kleuren, wat, gro wat groene kleuren. De oranje kleuren zijn eigenlijk verdwenen. Ja, echt droog is het dus niet meer. Um, sowieso neemt het langjarig gemiddelde hoeveelheid neerslag in die tijd van het jaar toe. Richting begin september is dat toch maandelijks gezien al gauw 70 tot 80 mm, met name in de kustgebieden. En per week spreek je dan over zo'n 20 tot 25 mm gemiddeld. Nou, in dit geval, in geval van die paar zware buien, kan dat lokaal uiteraard veel meer zijn. En doordat de Noordzee dus warm is, zal dat vooral in de kustgebieden het geval zijn. Ja, en de temperatuur ondervindt ook wat invloed van die buien. Het wordt dus al minder warm gemiddeld genomen. De gemiddelde temperatuur gaat sowieso snel omlaag richting september. Is het op dit moment overdag nog gemiddelde graad of 22 à 23. Praten we over de laatste week van augustus en de eerste week van september, dan komen we nou op een graad of 19 uit. En ja, er zijn nog wel wat rode kleuren zichtbaar in onze omgeving. Uiteraard zijn dit wel gemiddeldes. Dat betekent dat er best nog wel eens een warme of een zomerse dag tussen kan zitten, wat eigenlijk de laatste jaren ook heel gebruikelijk is. De eerste helft van september zelfs nog. Dit witte gebied hier, dat heeft met dat lage drukgebied te maken. Daar vallen dus waarschijnlijk frequent buien. En ja, dan nou komen de temperaturen dus ook geleidelijk wat lager uit. Nou, de wat diepe rode kleuren zien we nog steeds. Richting het zuiden van Europa, Noord-Italië en richting Spanje. Op de rand van de kaart waar nog wel tropische warmte van tijd tot tijd kan voorkomen.